Deze nieuwsuitzending is wederom helemaal geen nieuws. Maar ik val dan toch lekker eronder. We nummeren lekker door. Ja, dan moet ik 2 series gaan beginnen. Daar heb ik geen zin in. Het onderwerp is Bijbel lezen. Daar heb ik al eerder Bijbel gelezen hoor. Dus, maar het was dan vrij sumier of zo. Dus dan deed ik een paar versen en dan ging ik daar bespiegeling over houden. Nu doe ik het anders. Ik heb er al eentje gehouden over Lucas. Dat is het derde evangelie. En dan heb ik Lucas 9 tot en met 11 ongeveer. En dan niet heel dat hoofdstuk, niet die drie hoofdstukken in het geheel, maar stukjes eruit. Dat kan heel goed bij Lucas, dat kan heel goed bij de evangelie. Pak ik de parabelen eruit en de uitspraken van Jezus. En nu heb ik hem opgepakt bij het boek Numeri. Op zijn Engels heet dat Numbers. Dat is een nogal vet hoofdstuk, of vet boek. En die wil ik dan in zijn geheel gaan doen, maar dat ga ik niet in zijn geheel voorlezen. Want dat betreft ongeveer 50 pagina's. Dat is echt te veel. Dat red ik niet. Dat wordt te saai. Dan moet ik dat in 4 keer doen of zo. Dus ik val het begin. Ik heb al een beetje van tevoren gelezen, Gert. Ik zal even uitleggen waar het mee begint. Hè? Dus Numeri. En dan is hoofdstuk 1. De telling van Israëls leger. En dan heb je die 12 stammen. Ja. De stam dit en dat. Zo. Nou, die verschillende stammen. Ik weet niet eens of het er 12 zijn. Maar van die verschillende stammen worden dus de mannen aangewezen. Die dan, ja, ze hebben dienstplicht. Zo. Ik zal er... ik zal één voorbeeldje, één einde uitlichten. Van de zonen van Gad. Of Gad, dat zal Gad zijn. Hun nakomelingen naar hun geslachten en families, overeenkomstig het aantal namen van wie 20 jaar oud was en daarboven, allen die in het leger uitrukten, de getelden van de stam Gad waren 45.650. Dat zijn nogal wat mannen. Hè? Nou, ze worden dan opgelezen. Van de zonen van Naftali, lololo, waren 53.400. Dus waren al de getelden der Israëlieten naar hun families van 20 jaar oud en daarboven, allen die in het leger uitrukten in Israël, al de getelden waren 603.550. Dat is een behoorlijk leger. En dan komt een leuke. Maar de Levieten naar de stam, hunner vaderen, werden niet samen met hen geteld. De Heere had namelijk tot Mozes gesproken, slechts de stam Levi zult gij niet tellen, noch hun aantal onder de Israëlieten opnemen. Maar stel gij de Levieten over de tabernakel der getuigenis, en over al zijn gerei, en over al zijn toebehoren. De stam Levi die moest er zorgen, dan staat hier, de Levieten zullen zorg dragen voor de tabernakel der getuigenis. Sorry. En juist zoals de Heere Mozes geboden had, deden zij. Dan staat hier dan, de tent der samenkomst nu, de legerplaats der Levieten, zal te midden van de legerplaatsen opbreken.
Zoals zij zich zullen legeren, zullen zij ook opbreken, ieder op zijn plaats naar hun vendels. Dus komt het denk ik op neer dat die verschillende stammen stonden in een soort cirkel en dan die stam Levi met de tabernakel, die stond in het midden. Ja, het waren tijden van oorlog. Een beetje zijn opstelling. Die levieten worden er eventjes tot de orde geroepen. Van oh, je moet wel goed. Dat is volgens mij tot op de dag van vandaag. Hè? De stam Levi. Dat ze in Israël een bijzondere rol vervullen. Dacht ik. Hè? Ook die spijkerbroek toestand, hè? Die heet ook Levi. Levi's. Weet je ook gelijk waar het vandaan komt? Dit waren nu de namen der zonen van Levi. En er komt een hele stapeltje namen. Gerson, Kehat, Merari. Dit waren de namen van de zonen van Gerson. Lalalala. En dan weet je ook waarom het numerie heet. Het waren er zoveel. En die heette zo. En daarboven waren 8600. Kan je ook nog gif op innemen dat die aantallen nog een inhoud hebben. Zo, dat is die Joden wel gegeven hoor, dat ze dan. Je hebt dat heet ongeveer? Geometria of zo? Ieder getal correspondeert met een letter. Scan even door. We moeten toch met grote stappen hier doorheen. Want ik ga geen 50 pagina's voorlezen. Daar ga ik zo dadelijk mee beginnen. En de Heer, dit is hoofdstuk 4. Nou, lekker 3 hoofdstukken overgeslagen. En de Heere sprak tot Mozes en Aaron. Neem het aantal op van de Kehatieten. Niet gelijk gaan lachen. De Kehatieten onder de Levieten. Naar hun geslachten en families. Van 30 jaar oud. En daarboven tot 50 jaar oud. Ieder die dienstplichtig is om werk te verrichten in de tent der samenkomst. Dit zal de dienst der Kehatieten in de tent der samenkomst zijn. De zorg voor de allerheiligste dingen. Nou, de voorwaarden. Over het gouden altaar zullen zij een blauw-purperen kleed spreiden en bedekken met een bedekking van tachasvel. Ja, ik vind het niet zo heel erg imponerend hoor. Maar het moet er even bij verteld worden. Je hebt het dus wel over 600.000, een leger van 600.000 man. Dus moet je niet aan de andere kant staan. Te meer daar zo'n Mozes hebben. En dat wordt allemaal nog numerie 31 hoor, buckle up. Kijk, Lord of the Rings, dat begint ook allemaal heel erg leuk, hè, met Gandalf die een beetje vuurwerk afsteekt. Dan denk je, oh, een leuke film. Ja, later is het dan, kill. Ja, dat is numerie, ja. Nee, kijk, zo. Kijk, als je het leuk wil hebben, dan moet je Lucas gaan doen. Nee, maar dat heb ik al gedaan. Dat is allemaal zo lief. Ja, dan krijg je hier afsluiting van hoofdstuk 4. Naar het bevel des Heren, door de dienst van Mozes, droeg men ieder op wat hij te dienen en te dragen had. Te weten de getelden, zoals de Heren Mozes geboden had. Ja, dan hoofdstuk 5. Die moet ik. Ik weet niet hoe ver ik kom.
Dat is anderhalve pagina. Nee, twee pagina's. Nee, de klok is... Ja, oké, de klok in de gaten houden. Dus we hebben het tot nu toe gehad. Dat hele telgebeuren en een aantal stammen die... Nou, die hadden dus de tenten in een cirkel staan. En dan de stam Levi, die stond met de tabernakel in het midden. En de Kehatieten, die waren aangesteld om te stofzuigen, zeg maar. In de tabernakel. Een beetje de boel schoon te houden. Nou, dat is de hele voorbereiding. En dan komt hier. Hoofdstuk 5. Subtitel Voorschrift betreffende onreinen. De Heere sprak tot Mozes: gebied de Israëlieten dat zij uit de legerplaats wegzenden alle melaatsen, allen die een vloeiing hebben en allen die onrein zijn door aanraking van een lijk. Zowel mannen als vrouwen zult gij wegzenden. Gij zult hen buiten de legerplaats zenden, opdat zij hun legerplaats niet verontreinigen, daar ik toch in hun midden woon. God dus. Toen deden de Israëlieten aldus en zonden hen weg buiten de legerplaats. De Israëlieten deden zoals de Heere tot Mozes gesproken had. Tweede stukje. Voorschrift betreffende vergoeding van schuld. De Heere nu sprak tot Mozes. Even friemelen aan mijn friemel. De Heere nu sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten. Wanneer iemand, man of vrouw, een of andere zonde doet die mensen begaan en daardoor ontrouw wordt tegenover de Heere, zodat hij een schuld op zich laat, dan zullen zij de zonden belijden die zij begaan hebben en daarna de volle waarde van wat hij schuldig is vergoeden. Vermeer dat met een vijfde. En dat geven aan degene tegenover wie hij zich schuldig gemaakt heeft. Maar heeft die man geen losser aan wie de schuld vergoed zou kunnen worden, dan zal de schuld die vergoed moet worden aan de Heere vervallen ten bate van de priester, ongeacht de ram der verzoening, waarmee deze over hem verzoening zal doen. Dan de priester dan. En elke heffing van al de heilige gaven die de Israëlieten tot de priester brengen, zal voor hem zijn. Maar wat de heilige gaven zelf betreft, die zullen voor de brenger zijn. Alleen wat hij de priester geeft, zal voor deze zijn. 20% erbovenop. En dan moet je dus geven aan degene die jij een halemme dijk hier hebt geflikkerd. En als diegene, als die er niet is, er is dus geen losser, dan moet je betalen aan de priester. Wat over die heilige gaven, die zullen voor de brengers zijn. Dat weet ik echt niet wat dat nou betekent. Mag niet. Dan wordt die vet. Dit is dus hoofdstuk 5, Numeri, 11 tot en met 31. De Heere nu sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: wanneer iemands vrouw zich misgaan zal hebben en hem ontrouw zal zijn geworden. Oh, dat heet dus de wet op de jaloersheid. Hè? Wanneer iemands vrouw zich misgaan zal hebben en hem ontrouw zal zijn geworden, en een ander met haar geslachtsgemeenschap zou hebben gehad, zonder dat dat aan haar man bekend werd, daar het verborgen bleef, dat zij zich verontreinigd had, en er geen getuige tegen haar was, en zij niet betrapt werd, en wanneer dan de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich verontreinigd heeft, of wanneer de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich niet verontreinigd heeft, dan zal die man zijn vrouw tot de priester brengen met een offergave voor haar van een tiende eva gersten. Even met een F.
effa gerstemeel, waarover hij geen olie gegoten heeft en waaraan hij geen wierook toegevoegd heeft, omdat het een spijsoffer der jaloersheid is. Een herinneringsoffer dat ongerechtigheid in gedachtenis brengt. Wauwie. Hier stop ik even. Hè? Even een beetje toelichten. Want waar gaat het om? Een man heeft gevoelens van jaloezie. Maar waarom eigenlijk? Want hier staat dus. En een ander met haar geslachtsgemeenschap zal hebben gehad zonder dat het aan haar man bekend werd, daar het verborgen bleef dat zij zich verontreinigd had. Dus hij weet helemaal van niks. Hè? En er geen getuige tegen haar was en zij niet betrapt werd. Dus hij weet echt van niks, die kerel. Maar hij is wel jaloers. Rara, hoe kan dat? Nou heb ik meegemaakt dat ik een vrouw had leren kennen. En dan verder geen henky-penky, maar gewoon leren kennen. Geen seks, geen. Gewoon. Ze een feestje ergens en zei ze: nou, heb je zin om mee te gaan? Dan zei ik: ja, wel, meid is leuk. En dan bracht ik haar naar huis. En dat was het dan. En op een avond, dat was een donderdagavond, en er was een feest, zo'n disco. Op de jongerenvereniging, of een of andere jongerenvereniging, Unitas van Wageningen. Toen dat nog een heel groot gebouw had. En dat was hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Maar ik moest naar huis, want ik moest de volgende dag werken. Ik moest naar Utrecht. En ik kon het niet te laat maken. En zij wilde nog blijven. Nou ja, dat vond ik best. Dus ik ging naar huis. En 's morgens op tijd weer op. En ik zit in de trein. En ineens krijg ik een aanval van buikpijn, jongen. Misselijkheid. Hoofdpijn. Ik denk, wat gebeurt me nou? Want ik had geen kater of zo. Ja, maf. Hooguit 15 minuten. Nee, maar ik heb niet zo snel een kater. Ik begreep er helemaal niks van. En wat bleek later? Echt, misschien wel weken later. Dat mijn tussen haakjes beste vriend, die had haar ook even naar huis gebracht. En dan, ja, dat is wel, hij vond het wel nodig om even te kijken of de penis paste in het voorgat. Want ja, anders gaat zo'n meisje in de bed en dan weet je niet eens of die penis wel past. Dat is toch een beetje egoïstisch, vind je niet? Je had seks gehad met haar. Ja, ja. Dat kon ik niet weten. Natuurlijk niet. Maar dat kan je dus wel weten. Gaan we door. Dan zo. Oké, met die Eva hebben we gehad, hè? Eva. Dan zal de priester haar doen naderen en voor het aangezicht des Heren stellen. En de priester zal heilig water nemen in een aarden vat. En de priester zal van het stof dat op de vloer van de tabernakel ligt nemen en aan het water toevoegen. Heeft de priester de vrouw voor het aangezicht des Heren gesteld, dan zal zij het hoofdhaar der vrouw losmaken en op haar handpalmen het herinneringsoffer, het spijsoffer der jaloersheid leggen, terwijl in de hand van de priester zal zijn dat bittere water dat de vloek brengt. Dan zal de priester haar onder ede stellen en tot de vrouw zeggen, indien geen man met u gemeenschap heeft gehad, indien gij geen onreinheid begaan hebt, terwijl gij uw man toebehoordet,
Blijf dan ongestraft van het bittere water dat de vloek brengt. Maar indien gij, terwijl gij uw man toebehoordet, misgaan en u verontreinigd hebt, doordat een ander dan uw eigen man met u gemeenschap heeft gehad, de priester zal de vrouw onder een eed van vervloeking stellen. En de priester zal tot de vrouw zeggen, dan stellen de Heere u tot een vervloeking en een verwensing onder uw volk, doordat de Heere uw heup doet invallen en uw buik doet opzwellen. Want dit water dat de vloek brengt, zal in uw binnenste komen om uw buik te doen opzwellen en uw heup te doen invallen. Daarop zal de vrouw zeggen, amen, amen. Daarna zal de priester die vervloekingen op een blad schrijven en in het bittere water afwassen. En hij zal de vrouw het bittere water dat de vloek brengt te drinken geven. En het water dat de vloek brengt zal in haar worden tot bitterheid. Dan zal de priester het spijsoffer der jaloersheid van de hand der vrouw nemen en dit na het voor het aangezicht des Heren bewogen te hebben, naar het altaar brengen en de priester zal een handvol ervan als gedachtenisgave afnemen en die op het altaar in rook doen opgaan. Daarna zal hij de vrouw het water te drinken geven. Heeft hij haar het water te drinken gegeven, dan zal, wanneer zij zich verontreinigd heeft en zij aan haar man ontrouw is geweest, het water dat de vloek brengt in haar worden tot bitterheid, zodat haar buik zal opzwellen en haar heup zal invallen. En die vrouw tot een vloek onder haar volk zal zijn. Heeft de vrouw zich echter niet verontreinigd en is zij rein, dan zal zij ongestraft blijven en zwanger kunnen worden. Dit is de wet op gevallen van jaloersheid als een vrouw zich misgaan heeft tegenover haar man en zich verontreinigd heeft, of als over een man de geest der jaloersheid is gekomen, zodat hij jaloers is ten aanzien van zijn vrouw. Hij zal de vrouw voor het aangezicht des Heren stellen en de priester zal heel deze wet op haar toepassen. De man zal vrij zijn van ongerechtigheid, maar de vrouw zal haar ongerechtigheid dragen. Wauw, hè? Heffie. Ik wist niet dat dit een numerie 5 stond. Jesse Lee Peterson, die is een minister, hoe noem je dat, een prediker. Is dat die ook weer? Presbyterian of zo. Die zit nou op internet. Die staat er hieronder? Ja, die staat hieronder. Je kan het zo vinden. En die had een man op bezoek en die was dan op bezoek, die aan het interviewen. En die man zo, ja, de Bijbel, staat in dat abortus mag. Ah, dit is geen abortus. Hè? Het is niet zo per se dat als je seks hebt als vrouw met een kerel, dat je gelijk zwanger bent, hè? Dat is het, hè, met mensen die kritiek hebben op de Bijbel, die zien iets van... En even terug naar het geval van mij, dan kan je zeggen, ja, het was toch alleen maar een iemand waar je mee omging. Nou, het was iemand waar ik mee omging met een hele serieuze bedoeling. En uiteindelijk heb ik 10 jaar met haar samengewoond. Ik ben met haar naar begrafenissen geweest. Het zou uiteindelijk dus mijn vrouw worden. Uiteindelijk ging ze nog een keer vreemd en toen was het klaar. De eerste keer heb ik haar vergeven, dat had ik misschien niet moeten doen. En 10 jaar later flikte ze het nog een keer. Nou, dan ben ik ook geen heilig boontje, maar dan nog.
Dat ik dus in de eerste periode met zo'n vrouw die je dan leert kennen, dat ik dan... Ja, ik ga niet gelijk met zo iemand naar bed, snap je? En dat mijn tussenhaakjes beste vriend, die was ook gelijk geen beste vriend. Dat is mooi afgelopen. Heb ik ook tegen hem gezegd. Het is over, jongen. Want dit flik je me niet. Ja, ik moest eerder naar huis omdat ik naar mijn werk moest. Hè. Het was niet zo dat ik denk van nou, ik ga maar vast eerder naar huis. Dan kan hij lekker gaan kijken of de penis past. Een soort anatomieles. Kijk, als ik de beleefdheid heb om die vrouw niet te palen voordat ik haar goed ken, dan stel ik het ook op prijs dat hij dat rustig laat gaan en ziet dat ik bezig ben met een vrouw om haar te leren kennen. En te kijken of het bij me kan passen. Dan ga je niet even tussendoor als een bonobo. Piri, wat is een bonobo? Dat is een aap. Een neukaap is. En die man die dan zo zegt van, joh, in de Bijbel staat dat abortus mag. Nee. Er staat hier in vers 28. Heeft de vrouw zich echter niet verontreinigd en is zij rein, dan zal zij ongestraft blijven en zwanger kunnen worden. Dus er staat niet... En haar zwangerschap uit kunnen dragen. Zwanger kunnen worden. En de straf is dan dat die buik opzwelt en dat die heup die gaat invallen. Dan kan ze dus nooit meer zwanger worden. Daar gaat het om. Een vrouw die naar bed gaat met een andere kerel... Achter de rug van haar man, waar zij toe behoorde, die horen geen kinderen te krijgen. Punt. Ik kan ervan getuigen, de moeder van mijn kind, die had dat kind nooit mogen krijgen. Toen het kind in de puberteit kwam, werd het rete depressief. En ik maar buikpijn, hoofdpijn en... Bij de orthopedagoog zit die janken. Mijn kind die kreeg niet eens winterschoenen. Ze kreeg niet eens een winterjas. En die moeder van haar, ja, die ging neuken buiten de deur. Achter mijn rug om. Natuurlijk. En ik rook dat, ik voelde dat. Het was allemaal te laat, hè. Vrouwen die vreemd gaan, verdienen geen kinderen. Klaar. Het beste zijn ze onvruchtbaar. Dan kunnen ze neuken zoveel ze willen. Dan hebben ze toch een opgezwollen buik en een ingevallen heup. En iemand die er nog bovenop wil klimmen, die moet er maar zelf maken. Maar een gezonde man, die doet het niet meer. Je ziet dat en denkt, eeuwk. Nee, daar ga ik mijn jonge heer niet in laten dwalen. Kijk wel, ja. We kunnen nog even door. We moeten er toch doorheen. Nee, dat ga ik even voorbereiden. Ja? Dan sluit ik deze af. Dat is wel mooi. Dat is numerie 1 tot en met 5. Dan heb ik dus 1 tot en met 4 vrij snel gedaan. Hè? En dan 5 in het echt. Ik ga hem even bewaren. En nou, als jullie dan denken van nou, het is wel mooi genoeg geweest. Dan kan je hem uitzetten. En anders dan pak je even de volgende. Het is toch een playlist? Hé? Nou dan. En op zijn hamburgers, hè, zeg ik tegen jullie. Uit respect en uit liefde. Tjus. Dag lieverds. En tot zo bij numerie 6.